het is heel bijzonder dat ik 200 jaar later nog al die details over mensenlevens nog zo letterlijk kan lezen eigenlijk. Ik onderzoek de levens van de nakomelingen van immigranten in Amsterdam in de vroegmoderne tijd. En ik begin dus bij de migranten die vooral uit Duitsland en Scandinavië naar Amsterdam kwamen om daar bijvoorbeeld in de maritieme sector te werken. Ze gingen bijvoorbeeld met de VOC mee. En een deel daarvan bleef ook in de stad wonen, trouwde daar, kregen daar kinderen en kleinkinderen. En ik onderzoek dus de levens van die nakomelingen. Ik ben Jessica den Oudste. Ik ben promovendus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en bij het Huygens Instituut in Amsterdam. Voor mijn onderzoek ga ik regelmatig naar het Stadsarchief in Amsterdam om daar de documenten te bekijken waar ik mijn data uithaal. Bijvoorbeeld ondertrouwregistraties waarin heel veel informatie staat over waar mensen vandaan kwamen en bijvoorbeeld hoe oud ze waren. Dat geeft dus mij best wel veel informatie over wie de migranten waren. En vervolgens volg ik hen door de tijd heen en dan kijk ik ook naar doopregistraties, dus van de nakomelingen van immigranten. Notariële akten zijn ook van groot belang, want daarin staat heel gedetailleerd beschreven wat er zich allemaal afspeelde in de stad. Wat er bijvoorbeeld op straat gebeurde, maar ook bij de mensen thuis. Dus daar staan best wel juicy details in over mensenlevens van 200 jaar geleden. Het doel van mijn onderzoek is om heel simpel meer te weten te komen over de nakomelingen van immigranten in de stad. En of zij het uiteindelijk lukte om een beter leven op te bouwen dan hun ouders en grootouders. Of dat toch heel lastig bleek. Ik schrijf artikelen over mijn onderzoek, maar het uiteindelijke resultaat wordt een wetenschappelijk boek. Ik zou daarnaast ook nog graag een publieksboek schrijven over dit onderwerp, zodat andere mensen ook al deze verhalen over mensen kunnen lezen. Het lijkt lang geleden, 200 jaar geleden, maar de stad was toen heel erg divers. Eigenlijk vergelijkbaar met de situatie nu. Dus zo kan de geschiedenis ook inzicht geven in de tegenwoordige tijd.